waard is, dan is die eerste klap in ieder geval voor Hadje. We gaan verder met rit nummer 7. We hebben de belangrijkste mannen voorlopig eventjes gehad. We krijgen later nog twee Oost-Duitsers tegen elkaar. Sienke tegen Adenberg. En dat zijn mannen die een 500 meter heel goed kunnen. Maar die rijden pas in het 12e paar. Dus dat duurt nog even. En daartussendoor krijgen we dan, ja, laten we zeggen, de wat mindere goden uit dit Europees kampioenschap. Waarvan hier in uw beeld is verschenen Ari Leppänen uit Finland. En zijn tegenstander is Jürgen Andersen uit Zweden. En dat is een vrij onbekende man die op het laatste moment aan het deelnemersveld is toegevoegd. Omdat de arme Thomas Gustafsson wegens ziekte af moest haken. Andersson is dus de reserve van de Zweden die in de plaats van Gustafsson hier mee gaat doen. Leppänen, dit seizoen nog niet sneller geweest dan 41.21. Ook hij is dus bepaald geen sprinter. En dat geldt ook voor Andersson die hier opent in 10.75. Er is ook geen echt snelle opening. En dat duidt ook op een tijd die toch in de richting van de 41 seconden zal gaan, vrees ik. Leppänen gaat de ritzegen binnenhalen, denk ik. Zij het dat Andersson nog dicht in de buurt komt. Maar het is inderdaad de Finn die eerst over de streep gaat. Kijkers, 41-56. Ja, dat zijn inderdaad de mindere tijden tegen 41-73 voor Andersson. Zeven paren gehad. Beste tijd. U ziet het rechtsboven in beeld van Mikhail Hatsjev. 39-98. Blijft de concurrentie voor. Tienden van seconden, maar bepalend zal zijn, zoals ik al zeg, op de 5 kilometer.